Martijn Bartho, terug in de basis en 2 doelpunten. Hoe lekker is dat? Ja, veel beter kan je het niet krijgen inderdaad. En een overwinning. Dus dan is de avond wel weer aardig compleet. Ja. Nou hadden het, hoorden we net de trainer op de persconferentie van Jong FC Utrecht over wel of geen penalty. Wat is jouw beeld daarbij? Nou, die bal die komt met een stuit terug. Ik wil hem in de volley nemen. Op dat moment pakt hij mijn arm vast, waardoor ik uit balans raak en op de grond val. Dus ja, lijkt me weinig discussies. 100% penalty. De eerste helft komen jullie voor en het lijkt eigenlijk niks aan de hand. Kun je uitleggen wat er vervolgens, hoe ze dan toch op 2-2 terug kunnen komen? Ja, de eerste goal weer uit een corner. Daar hebben we het intern al heel vaak over gehad. Mag absoluut niet gebeuren. Gebeurt wel. Ik kon het niet goed zien. De bal gaat over me heen. En ik geloof dat bij de tweede paal iemand hem, nou ja, ik weet niet of hij vrij was, maar hij kon hem in ieder geval inkoppen en dat mag niet gebeuren. Dus ja, daar zullen we het weer over hebben. We hebben er intussen ook al een straf op staan, dus die zullen we ook uit moeten voeren. Maar ja, die straf is ingesteld om te zorgen dat het niet meer gebeurt. En ja, gelijk de eerste wedstrijd gebeurt het wel. Dus dat is niet goed, dat moet anders. Ja, daarnaast de tweede goal, geloof ik dat het balverlies op het middenveld was. Waar ze goed van profiteren. Ja, eigenlijk heb je de wedstrijd totaal onder controle. Sta je 2-0 voor terecht. En laat je Jong Utrecht terugkomen tot 2-2. Dat mag niet gebeuren. Gelukkig hebben we wel de veerkracht om dan toch weer ons rug te rechten. En uiteindelijk nog met 4-2 van het veld af te stappen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat tegen een andere tegenstander dat een stuk moeilijker was geweest. Ja, nu heb je, kom je terug in de basis. Het is een beetje dan weer wel, dan weer niet. Hoe frustrerend is het om niet wekelijks in de basis te mogen beginnen? Het lijkt me duidelijk dat elke speler het liefst in de basis wil starten. En dat wil ik ook. Ik weet intussen ook dat niet het geval is. Dus ja, dan kan je 2 dingen doen. Kan je gaan zeuren en je kop laten hangen. Of je kan keihard vechten en zorgen dat je weer in de basis komt. Ik kies voor het laatste. En wat het me oplevert op lange termijn, dat zullen we wel zien. Maar vandaag was in ieder geval weer een mooi moment. Nu zijn er nog 2 wedstrijden te gaan. Een bekerwedstrijd en dan nog een competitiewedstrijd tegen RKC. Hoe kijken jullie daar nu op vooruit? Nou ja, eerst deze wedstrijd even laten bezinken, zullen we morgen nog even over hebben, denk ik. Lichaam rust geven, goed uitlopen, verzorging pakken. Want donderdag staat zomaar weer voor de deur en is natuurlijk een zware tegenstander. Dus dat is de eerstvolgende wedstrijd waar we naartoe moeten leven. Ja, en daarnaast is RKC Waalwijk natuurlijk ook een hele belangrijke wedstrijd. Laatste van voor de winterstop. Ja, die moeten we winnend afsluiten om een gewoon positief gevoel over te houden aan het eerste roerige halve seizoen. Ja, want het kan natuurlijk wel zomaar zijn dat als je bij RKC wint, dat je toch ergens in de buurt van de top 5 staat. Nou ja, dat bedoel ik. En we moeten wedstrijd voor wedstrijd kijken. Dat hebben we de laatste tijd ook gedaan. Niet te veel vooruitkijken. Maar ja, het is duidelijk dat zo'n laatste competitiewedstrijd voor de winterstop heel belangrijk is. Kun je ons als laatste dan nog iets aangeven over wat dat is met die straf? Nee, dat is gewoon... En die jongens mogen misschien wel meelopen als ze zin hebben. Maar een rondje in, ik geloof dat het 20 seconden is om het hele veld. Dus dat is even flink aanpoten. Maar goed, ik zeg het met een glimlach. Maar het is natuurlijk ingesteld om een goal te voorkomen. En die wel weer tegenkrijgen, ja, dat is wel enorm balen. In ieder geval uiteindelijk winnend afgesloten. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Klopt, heb gelijk in. Bedankt en gefeliciteerd.